worden we nog uitbetaald? Dit is een van de protestkreten van boze PCS-werknemers die protesteerden voor het gebouw van het psychiatrisch centrum Suriname. Ze zijn in actie omdat er onzekerheid is of de toelagen in maart uitbetaald zullen worden. Een ander probleem was dat er een gerucht verspreid was als zou er 65.000 SAD verdwenen zijn. Gezegd was dat de directeur van PCS, Dayasankar Matura, dit geld gebruikt zou hebben. De gemoederen raakten verhit toen er gisteren een circulaire is rondgestuurd waarin de directeur aangeeft dat er stagnatie is ontstaan in de uitbetaling van de gelden. De mensen wachten daarom ongeduldig op hun voorzitter en die van de moederbond, respectievelijk Carmen Brondenstein en Errol Snijders. Snijders hield de boze groep voor dat zij niet zonder meer naar geruchten moeten luisteren. Volgens hem heeft hij zelf contact opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid ten aanzien van de uitbetaling van de verschillende toelagen. We zijn van dat punt uitbegonnen. Luister meneer, mevrouw, ik weet niet hoe je heet. Er zijn beschuldigingen, zware beschuldigingen geuit. En jullie hebben het op Facebook gebracht. De pers heeft het ook in haar dingen. En dat betekent dat wij als moederbond lelijk toezien dat meneer Matura hier geld verdeelt. Dan ben ik een aap toch, dat ik die voorzitter van het toezichthoudend orgaan ga bellen om te zeggen, luister, weet je hoe hij die circulaire heeft gestuurd? Omdat ik die mevrouw gisteren heb gezegd, waarom informeert hij het personeel niet? En toen heeft hij die circulaire gestuurd. Dus wanneer jullie hier zo zeggen, we hebben dat niet, we hebben dat, want nou heeft niemand wat gedaan of gezegd. Feit is, nu ga ik zeggen, ik heb de onderdirecteur financiële zaken, zijn Javaanse meneer. Ik heb hem gebeld. Ik zeg maar, wat gebeurt er? Financiën heeft dat geld dat voor jullie gestuurd. En waarom sturen jullie dat geld niet naar PCS? Toen heeft hij mij gezegd, meneer Snijders, ik ga u eerlijk zeggen, er is een systeem wat ze hebben, free balance systeem. En daar is er een storing. Volgens Snijders is een deel van het probleem reeds opgelost. Er zijn 3 ressus die PCS moet ontvangen. 1 is voor het kledingsgeld, 1 voor restbedrag van 14.000 SRD en het andere is voor prestatietoelagen. Echter moeten er ook leveranciers betaald worden. Belangrijk voor hem is dat Matura de gelden moet besteden. Waar het om gaat is... En iedereen heeft kritiek op meneer Hoefdraad. Maar dit is wat meneer Hoefdraad zegt. Gelden worden ter beschikking gesteld en ze worden anders aangewend. Want vandaag heb ik met die lijst gezeten en ik heb die mevrouw weer gebeld, de voorzitter van de toezichthoudend orgaan. Ik heb haar gezegd, luister, die 5, zoveel miljoen is vrijgekomen en tenminste kledinggeld en die rest 1400 moeten betaald worden. Want ik heb daarna weer gebeld naar financiën en de mensen hebben me gezegd, de gelden voor de ziekenhuizen zijn vrijgemaakt. Ja. Waarom is PCS altijd een probleem? Wat ik zeg, mevrouw, wat is gezegd? Wat ik heb gezegd, luister goed wat ik zeg. Wat doen we om jumpen met z'n zomaar schijnt? Een pokoe neer pleeën, dan moet ik het dansen. Een emotionele Maureen Dada, psychosociale verzorger bij PCS, vertelt aan Snijders dat zij onterecht behandeld is door de PCS-directeur. Ze zou door Matura zijn aangevallen toen zij 's morgens met enkele collega's de ontstane situatie wilde bespreken. Matura was boos omdat zij het gesprek opnam met haar mobiele telefoon. Dada is niet te spreken over de wijze waarop de directeur op haar afkwam.